bijzonder veel respect voor jullie gehad en heb ik nog de afgelopen weken. En dat laatste weekje, dat laatste loodje, daarmee wil ik niet zeggen dat als de Way of Life show afgelopen is, dat jullie dit goede werk gelijk moeten stoppen. Hè? Maar nog eventjes dat we een schitterend resultaat met jullie bereiken. En jullie krijgen daar nu alvast een beetje voorbarig applaus voor. Nico, Francis en Carla, hou vol. Wij zitten weer helemaal in de strijd hier. Aan het begin van de wankele brug der vergelding. En dat is het meest sympathieke spel in de ogen van de harde horde. Van links naar rechts Sabo de Smit, bijgenaamd het aanbeeld. Brutus de Barbare, de Ninja en harde Hassan. Want dit heeft alles te maken met uitleven en het niet opkroppen van frustraties. En kijk ze eens gaan. Naast mij de captain van Drenthe, Jan Roelof Kruithof. In deze zeer harde strijd die eigenlijk gaat tussen de meest oostelijke provincies Overijssel en Drenthe in het wat noordoosten, hè, vanavond. Ja, ik kan het dus zo stellen, er is een gel, wat zijn de Russen stil, maar op het moment is het zo, wat is Overijssel stil? Ja, we hebben ons al een tijdje niet gehoord. Maar goed, wat kunnen we verwachten van het Drentse geweld hier bij de Wankelenbrug, Jan Roelof? Nou, ze gaan er bijna allemaal over. Ja hoor, en ze gaan flink wat punten scoren. Ik ben zeer benieuwd. Jan Roelof, jij bent een voorbeeld voor een man die op latere leeftijd aan sport is begonnen en heeft laten zien hoe ver je dan kan komen. Goed, zal ik je mogen verzoeken om aan de overkant plaats te nemen om jouw strijdsters en strijders weer op te vangen? Dankjewel. Tot zo. En dan is hier onze allereerste en als dat Gini niet is. Hallo Gini. Kijk, wat zij in haar handen heeft is deze wat gouden bal. Een soort trofee, die moet met twee handen vastgehouden worden. En wij meten hoe ver jij komt, hoeveel van die harde hordeballen jij kunt passeren, voordat of jij het water raakt of de bal. Maar het mooiste is als je met ballen al aan de overkant komt. Ja? Ja, dat hoop ik. Zijn er nog vragen? Nee. Nee? Nee. Klein vraagje niet? Nee. Nee? Nou, oké. Okay. 3, 2, 1, go! Geslaagd voor de HAVO? Voor de HAVO, ja. En wat ga je nu doen? ALO. Wat is dat? ALO is Academie voor Lichamelijke Opvoeding in Groningen. Ah, dus je blijft lichamelijk, maar toch ook academisch bezig? Precies, ja. Goed, nou Jan van Veen, zoals jij, gaat er geen één. 3, 2, 1, Jan! Kijk even die schijnbeweging. Maar hij blijft er toch! Voor zijn kiezen. Je neus is een beetje vervuild. Dat klopt. Waar is dat gebeurd? Gisteren een hele week daarvoor ben ik op Zijlkamp geweest en was nogal wat wind en zon, dus... Wind en zon, dat is een verraderlijke combinatie, hè? Dan heb je het niet door. Nee, helemaal niet. Dan heb je wat meer houvast op de brug. Wil je daar gaan staan, Aniek? Kijk hoe ver je komt, hou de bal vast, hoor. 3, 2, 1, Aniek! Heel voorzichtig, gaat ze daar. Ja, en bal en Aniek. Kunnen we even kijken, 12 jaar, nou, dat is bijna niet te zien, hè? Nog mooie benen. Hele mooie benen. En toch 12 jaar gevoetbald. Stond je achter of voor? Ik heb overal gestaan. Overal? De hele veld door. En ben je tweebenig? Nee, zuiver rechts. Zuiver rechts. Dus voor linkspoterig werk. Daar... Ja, dat deed ik ook. Ben je nu gestopt met voetballen? Ze hebben geen veteranen. Oh jeetje, dan moet je zelf een clubje oprichten. Ja, dat zit er nog niet in. Er zijn te weinig. Zelf de schouders. Initiatief. Richt zelf een clubje op. En bij de eerste aftrap kom ik kijken. Goed. Daar gaat hij. Yvonne, 3, 2, 1, ja! 12 jaar gevoetbald, kijk die benen. En je ziet het, kijk! Sergeant, waar gaat u? 3, 2, 8, en go! Coach, iets te snel. Coach, zit je op school of wat doe je? Ik heb ben gewoon geslaagd voor de MAVO. Van harte. Van harte gefeliciteerd. Krijgen we niks meer. Sorry? Krijgen we niks meer. Nee, we zijn nu in beeld. we zijn in beeld. Geef niet. Wat ga je na de MAVO doen? Probeer een MEO. MEAO, dat is wetenschappelijk administratief, hè? Ja, zoiets, ja. Zou je wel voldoende blijven bewegen? Ja, tuurlijk. Ben je er klaar voor? Ja, tuurlijk. Daar gaat hij. Pas erop. Nou. 3, 2, 1. Twee handen de bal. Zie je, dat valt niet beter. Ik wens je alle goeds met je apothekersassistentenschap, maar ook met de brug. Liade, daar ga je. 3. Sorry. Liade, ja, go! Twee handen aan de bal!
Mans. Daar ligt hij, de brug. Hij is een ietsie-pietsie wankel, hoor. Ik zeg het erbij. 1, 2, 3, go, Mans. De tijd is belangrijk. Oh, Mans. Hadi Gieneke. Leuk je weer te treffen hier bij dit wankelbruggetje. Ja. Jij bent kleuterleidster. Ja, dat klopt. Hoeveel van die kleuters heb jij? Nou, gemiddeld zo ongeveer 25. Ja? Soms heeft er wel eens een baaldag. Nou, ene school heeft wat meer en andere school heeft wat minder. Scholen. En heb je het goed in de hand? Ja, dat kan ik aardig in de hand houden. Ik heb zelf ook kleuters, dus vinden erg interessant gesprek. Maar die tijd hebben we niet meer. Gieneke, daar ga je. 3, 2, 1, daar komt ze! Daar gaat juf. 25 kleuters is in de baas en de wankelenbrug. Oh, bijna. Johnny, wat doe jij? Schilder. Schilder? Binnen, buiten? Buiten, binnen. Maakt jou niet uit? Maakt niet uit. De gevels en zo? Onderhoud, renovatie. Onderhoud en renovatie. En hoogtevrees als je in zo'n wankel dingetje zit zo? Ik niet. Maakt jou helemaal niet uit? Nee. Maar ja, er zijn niet zoveel torenflats in Drenthe, hè? Valt mee. Valt mee, je houdt het hoofd koel. Johnny! 3, 2, 1. Daar komt hij, de schilder zonder vrees of blaam. Denk aan de tijd, John, want die kan ook beslissend zijn. Hij maakt er een soort wandelingetje van. Nee, toch wel een slecht. Hier komt ze, docenten wankelenbrugkunde. Alice, 3, 2, 1. Ja! Tijd gaat lopen, kan belangrijk zijn. In dit geval is de tijd niet belangrijk. Ja, de eerste confrontatie hier op het erepodium. En dat heeft toch wel een extra tintje. Want hier vlak voor het oog van Overijssel, die nu nog aan kop staan, die dreigen dit landelijk geweld te gaan winnen. Gaan wij nu kennis maken met de kampioenen van Drenthe. En het begint gelijk al goed. Hier is Yvonne Klok. Klok, Klok. De vrouw die 12 jaar gevoetbald heeft en binnenkort een veteranenclubje gaat oprichten. Maar je bent nog niet zo'n veteraan, nog? Nou, maar ik wil graag met mensen voetballen van mijn eigen leeftijd. En wat is jouw leeftijd? Want dan weten de mensen die zich op willen geven. 30. 30? Nou, dat is toch niet heel piep, maar toch al lang niet zo oud. Nee, maar als ik met meisjes moet voetballen van 14, dan moet ik wel wat een beetje harder, hè? Ja, maar je moet ook een beetje rust in de ploeg brengen. Ja, ervaring. Ervaring, routine. En voorlopig sta je hier op het erepodium, Yvonne Klok. Hier is Mirjam Sipma, zonder K. Mirjam. Oeh, daar ging je bijna. Ja. Niet overmoedig worden, hoor. Nou, nee. Want je bent wel goed bezig vanavond, maar je bent er nog lang niet, hè? Nee, dat is waar. Nog een lange weg te gaan. Nee. Heb je wel eens eerder op een erepodiumetje zo gestaan? Jawel. Met turnen. Met turnen, en wat had je toen gedaan? Evenwichtsbalk of ritmisch gymnastiek? Nee, evenwichtsbalk, vrij oefening. Brug ongelijk en paard. Dus je hebt nogal wat in je mars? Ja, misschien. Ja, misschien. Nou, het is toch heel bescheiden. En dan hier op de eerste plaats Gieneke Suk. Juf! Oh, zie die kleuters thuis groeien van trots, want juf staat nummer 1. Ja, nou, ik denk wel dat ze zullen kijken. Ik denk dat ze nog veel meer respect voor je krijgen. Ik denk als jij terugkomt na de vakantie, dat je geen kind meer aan ze hebt, aan die kleuters. Nou, ik hoop het. Zal wel lekker zijn. Ja, nou, van harte hoor. Juf Gieneke. En hier zijn de mannen. Bob Meijst op de derde plaats. Bob, die afgelopen nacht uit Parijs terugkwam. Heb je nog iets meegemaakt van het nachtleven van Parijs? Ja, een heleboel nachtleven. Ja, ben je nog naar zoiets gegaan? Zo'n theater waar ze met die benen en zo... Nee. Nee, dat trekt jou niet? Nou, kijk, de vriendin die was er natuurlijk ook bij, dus dat is natuurlijk niet zo geweldig. Dus het zijn musea geworden en meer van die interessante dingen. Bart Frans, Aart Frans bedoel ik. Ah, dat is Aart. Aart met de baard. Zeg Aart, van harte vast op de tweede plaats. Jongen, ik moet hoog reiken. Ja, zeker. Ben je een tevreden mens, Aart? Ik ben zeer tevreden mens, ja. Ook in het dagelijks leven? In het dagelijks leven, zeker, ja. Wat is jouw geheim? Relativeren. Als je kwaad bent, het eruit gooien en daarna is het ook over. Ik kan me jou helemaal niet kwaad voorstellen. Je bent zo'n gemoedelijk mens. Moet je eens met mijn vrouw praten. Ah!
Nou, dat gaan we dan doen. Mevrouw Fransen, ik kom eraan. En hier staat Mans Radix. Ik heb het al gezegd, een van de steunpilaren van Drenthe. Ja, hallo Mans. Wil je nog even zwaaien naar Overijssel? Met een brede Radix-lach, waar de hele familie Radix onbekend staat, lacht hij minzaam Overijssel even toe. Maar ja, 1740 punten, jongens. Dat is heel veel, hoor. Hebben we al zoveel punten? Nee, dat heeft Overijssel. Oh, ja, dan moeten we er nog wel wat aan doen om dat even te overtreffen, neem ik aan. Oké. En wij gaan nog even kijken naar de vertraagde beelden die wij hebben geregistreerd bij de Wankelenbrug der Vergelding. De Way of Life caravaan, ja, daar komen we nu eventjes op. Afgelopen zaterdag was hij in Assen. Bent u benieuwd hoe het daar was in Assen? Ik zal het even aan hen vragen. Hoe was dat in Assen? Nou, dan hoort u het eens van een ander. Het was in ieder geval zonnig in Assen. Een lekker sfeertje, lekker bewegen en heel veel belangstelling voor Josje met haar nieuwe vriend Nico. Nieuw, omdat ze elkaar nog niet zo lang kennen, een week of 12 nu. En nieuw, omdat hij zo'n beetje 20 kilo is afgevallen. Maar kijk die Josjes. Hop. Wat een souplesse, wat een elegantie. En wat een gevoel voor mikken. En deze linkspoot schoot ook machtig in het net. Oh, deze vier heren, dat is wel heel erg frappant. Die hebben 300 kilometer al steppend doorgebracht door de vier noordelijke provincies. Daarmee hebben ze 15.000 gulden opgehaald voor de Nederlandse Hartstichting. Dus ze vallen in de prijzen. Alsjeblieft, een hoogman die blijft drijven. Mooi, bedankt. Ja, ook gefeliciteerd. Ook een hoogman die blijft drijven, alsjeblieft. Mooi, bedankt. Nou, heb ik een hele mooie prijs. Het is een keuze uit dagtochten van de trein voor vier personen uit dit Elp Uithoekje. Alsjeblieft. Hartstikke bedankt. Voor jou een hele zware. Alsjeblieft, een kaas, een mager kaas met 25% minder vet. Gefeliciteerd. Hartstikke bedankt, hoor. Ook in Assen werd de indrukwekkende hete luchtballon van de Hartstichting opgelaten. Waarschijnlijk is de hete luchtballon ook aanstaande zaterdag op het Malieveld in Den Haag te bewonderen. Zeker weten doen we dat nog niet, maar in ieder geval zijn daar op het Malieveld Imca Marina, de havenzangers, Gerard Joling en Anita Meijer. En nog heel veel meer. Het wordt een groots feest daar in Den Haag. Nog even over de slotmanifestatie, de grote grande finale van de Way of Life caravaan in Den Haag op het Malieveld. Het zou misschien leuk zijn als al die kandidaten die hier door het Kasbah Stadion hebben gedraven en gerend, als die daar als een soort reunie bijeen zouden kunnen komen, dat we elkaar dan nog een keertje treffen. En Carla die komt ook zaterdagmiddag op het Malieveld. Dus de slotmanifestatie, dat is de Way of Life caravaan. Maar er is ook een speciale broodloop, een prestatieloop op een aantal verschillende afstanden. En dan gaan we met z'n allen er nog even tegenaan lekker hollen. Nou, dan om met de deur in huis te vallen, met de voordeur in huis te vallen. De leeftip van de Hartstichting deze week is: maak werk van je lunch. Hoe dat bij de voordeurtjes in zijn werk gaat, gaan we nu bekijken. Joost, wat wil je op je brood tussen de middag? Ei of kipsalade? Gek, hè? Kip is het enige dier wat je kan eten voor de geboorte en nadat het is doodgemaakt. Dat vraag ik je niet. Wat wil je erop? Doe maar kaas. Ik wil half een croissant. Ach, een boterham. Sinds wanneer eet jij maar één boterham? Sinds dat mensen de hele dag patat eet. Ach, patat is best gezond. En in aardappelen zitten heel veel vitamine C. Ja, en heel veel aardappelen. En mayonaise is lekker. En bovendien, kinderen in de groei hebben opbouwende vetten nodig. Waar staat dat? Achterop je vaders krant. Kan een man nou even rustig zijn krant lezen, hè? Bij het ontbijt leest een man graag zijn krant, ja? Nogal, ja. En praat zo'n vrouw. Heus niet altijd.
Soms praat een vrouw en leest hij de krant. Nou, wat moet je mee naar kantoor? Een tijdbom. Je moet toch wat eten? Ze hebben vanmiddag in de kantine hebben ze frikandellen op het menu staan. Wat doe jij nou? Het is 7:30. Een sherrykuur. En dat is nodig ook. Ik denk tenminste aan mijn gezondheid. Ja, precies. Totdat je in de smalle spiegel van de gang past. Oh, heerlijk. En zo vliegen de pontjes eraf. Waar zijn de vrouwen erin? Lees jij je krant nou maar. Nou, als niemand zegt wat hij op zijn brood wil naar kantoor of naar school, dan ben ik natuurlijk gauw klaar. Jij zou je koffie toch zonder suiker drinken voor je lijf? Straks moet ik voor jou nog koffie drinken zonder koffie ook, hè? Suiker is goed voor je spieren, Joost. Jij moet eens ophouden met die gezondheidsmanie van je. Dat is niet goed voor je hart en nog minder voor het onze. Joost. Wel verdikke me! Ik word gek van jou, weet je dat? Ik word gek van jullie allemaal. Iedereen heeft er een tik van meegekregen. Van de week, toen papa en ik uit eten waren, toen hebben we eerst 1,5 uur moeten wachten voordat er 2 obers kwamen met zulke grote schalen met van die grote deksels erop. Ze halen die deksels van die schalen en wat zien we? 2 blaadjes sla met een druif. Dat is toch prima voor een voorgerecht? Nee, dat was het hoofdgerecht. En we rabbelden van de honger natuurlijk, maar gelukkig was de snackbar nog open. Citroenzuur. Jij mag je gebit wel terugbrengen. En jij mag je grote mond wel eens houden tegen je moeder, die al haar eigen tanden nog heeft. En haar eigen bruggen, vullingen en jackets. Joost, voor tussen de middag op school. Karin, je etenkind. Herman, voor op kantoor. Jullie lunch. Nou, die familie voordeur zegt. Nou. Hè, dat is toch wel een sfeertje daar op zo'n ochtend. De hele familie achter de krant. Een beetje chagrijnig. Moe aan de sherry om af te vallen. Carla, wat vind je ervan? Nou, als ik zo de dag moest beginnen, dan kroop ik mijn bed weer in. Zonder sherrytje? Zonder sherry. Tegen die tijd dat zij lunch heeft, is volgens mij zo dronken als ik weet niet wat. Als een kanon? Als een kanon, ja. Maar nou even serieus, Car. Wat doen zij goed? Nou, dat is heel weinig. Wat doen zij goed fout? Nou, ze geven dus lunch mee in de vorm van geld. Nou, dat is op zich al waardeloos. Ik bedoel, als moe het niet goed doet, doe het dan zelf. Maar ga geen geld meegeven, want dan duikt die dochter natuurlijk de patattent weer in. En die zoon die gaat ook weer van alles kopen wat dus waardeloos. Maak zelf je brood klaar en neem dat mee. Dus om eventjes te memoreren, jouw raad aan de kijkers, hè, is om er werk van te maken. Dus er zelf eventjes overdacht, kopje erbij. En dan, wat voor ingrediënten, wat is goed om te eten tijdens de lunch? Ja, kijk, je moet het natuurlijk zelf een beetje bepalen. Maar ik zou in ieder geval iets van brood meenemen. En je hebt ook vaak werkgelegenheden waar je dus brood kan kopen. Nou, dan neem je gewoon een paar sneetjes brood, een lekker glas melk of koffie of thee, weet ik wat je erbij drinkt. En dat kun je thuis ook op je brood doen en dat eet je dan lekker op. Beetje variatie, beetje kaas, beetje groente. Daar kan je hele leuke dingen mee maken. En die vette dingen, die voor tijdens de lunch al sowieso niet. Nou, hartelijk dank. Dat was hem dan. En dan nog eventjes de Radio 3 Zomertour. Wij ontmoeten elkaar hopelijk, zou leuk zijn, aan de oever van het IJsselmeer. Overmorgen, dus donderdag, is 50 pop of een envelop. Of 50 piek en veel muziek in Monnikendam. En tot donderdag. Leuk. Te midden van het geweld van keiharde keien, wankele bruggen en duistere deuren is dit avontuur eigenlijk een beetje een rustpunt. En dat heeft alles te maken met timing, evenwicht en concentratievermogen. Ik heb het over de keiharde carousel, de kasbah carousel boven het meer van de stille Ninja. Goedenavond, Ninja. Oh, daar was je al, Johnny Postma. U kunt hem herkennen aan zijn helm met klep. En hij is ook een van onze rodeo stierenbedwingers, hè, in Nederland. Ja. 10 minuten bleef hij bij de eerste de beste zitten toen de NOS-ploeg al naar huis ging. Kijk, dat is heel handig. Hij neemt geen risico. En toch! Ja, wat sprong je hoog! Ah, kijk hem, hij is kwaad, Johnny. Ja, hallo Gieneke. Gieneke Suk, juf Gieneke. En dit is ook een uitdaging voor jou, neem ik aan. Kijk goed naar de plank, daar gaat hij. Oeh, juf, wat nu? Het was even een weigering. Je mag 2 keer weigeren. Goed, ik ga nu. Het is net concours hier piek. Juf Gieneke, daar komt hij aan. Weet
de ogen van 25 kleuters minimaal op haar gericht. Ja! Wat deed je dat mooi, hè? Hoe kan je het? Mans, sorry dat ik even dit interessante gesprek moet onderbreken, maar daar komt de carousel, sergeantje! Kom een beetje dichterbij, Aard. De vraag is, blijft de baard droog? Nou, dat zal, het is niet zo diep, maar voor de rest... Je houdt dus in ieder geval het hoofd boven water, Aard. Hij is iets in het nadeel, lange mannen zijn dat topzwaar! Ja! Nee, die baard blijft niet droog. Was je in een caravan of een tent? Tent. Leuk? Ja. Niet over scheerlijnen gestruikeld? Nee hoor. Nou, niet ook hier niet struikelen. Monique, in eigen land op vakantie geweest. Twee benen hoor, Monique, eroverheen. Ze doet het heel voorzichtig. Oh! 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 Drie keer, oh! Jij bent goed in parachute springen. Doe me een poging toe. Heb je dan hier voordeel bij? Ik hoop het. Ja, het is niet zo'n eind naar beneden, hè? Nee, het is niet zo hoog, maar het is wel een hele vrije val, hoor. Ja, ja, ja. Ik heb ze toch liever iets hoger. En zonder reservescherm. Dat vind ik nog een broerste. Let op, Jasper. Tot zo. Voorzichtig aan, hè? Spieren en zwaaien, Jasper. Ja, doe het. Oude skydiver.